Mijn naam is Lars van Velsum en welkom bij het allerlaatste Jupiler League weekoverzicht van dit seizoen. De eerste finale van de play-offs afgelopen zondag was die tussen Roda JC en MVV uit Maastricht. Ja, een bijzonder heet duel, ja, de Limburgse derby. Ik was aanwezig samen met mijn goede vriend en collega Jean-Paul Rizon. En voor de wedstrijd kwam ik Doriano Kortstam tegen van Achilles 29. Ja, die natuurlijk een verleden heeft bij Roda JC. Doriano Kortstam, verdediger van Achilles. Met natuurlijk een verleden bij Roda JC. Ja, zeker. Ik heb hier anderhalf jaar gevoetbald tot aan de afgelopen winterstop. Natuurlijk voetballiefhebber, ik maakte hier geen minuten in het eerste. Heb ik hier mijn contract gewoon stopgezet en ben ik naar Achilles gegaan. En daar, ja, je weet zelf al wat er daar gebeurd is. We hebben een wederkeer gemaakt, helaas net niet gered. Maar ja, het seizoen is bij ons vroeg gestopt, dus en dan kom ik mijn oude club steunen hier in de nacompetitie. Het zal toch niet zo zijn dat een andere oud-club van je ook degradeert? Of in ieder geval een club van je? Ja, dat zou wel heel zonde zijn voor mij dit jaar als twee clubs van mij degraderen. Ja, ik heb de spelers ook allemaal een berichtje gestuurd van succes jongens en laat het hier niet liggen vandaag. Gaat het zo lukken? Het gaat 100% lukken. Ja, de wedstrijd was niet zo spannend als dat het heet was. Ik zat natuurlijk helemaal boven in het stadion en het was een graad of 40. Maar voor de rest op het veld was het wat minder. MVV kreeg wel wat kansjes, maar die waren bijzonder slordig in de afwerking. En ja, op het einde van de wedstrijd speelden ze met maar liefst 5 aanvallers. Maar ja, dat mocht niet baten. Er werd niet gescoord. En Roda won dus met 1-0 door een goal van Daryl Werker. Ja, MVV moest dus verder met 10 man naar een rode kaart voor Nick Kuipers. Die zou namelijk op het been van Paulussen hebben gestaan. En nadat de scheidsrechter bij de videoref te raden was gegaan, kreeg hij inderdaad een rode kaart. We hebben de beelden even teruggezien. Ja, ik vond het toch misschien wel opzettelijk. Je ziet dat hij die stap maakt en in één keer midden in de stap gaat hij op zijn been staan. Anderen dachten er anders over. Desalniettemin moest de MVV verder met 10 man. En toen wisten ze het niet meer om te keren. Voor MVV had er misschien wel meer in gezeten als ze met 11 man verder konden. En dat viel ook aanvoerder Steven Pereira op. Ja, Steven, waar heeft het aan gelegen vandaag? Ja, waar heeft het aan gelegen? Dat is een vraag waar ik zelf eigenlijk ja, het antwoord wel op weet. Eigenlijk. Er was helemaal niks aan de hand, totdat we eigenlijk met 10 man kwamen te staan. Wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Het moment heb ik zelf niet gezien. Maar ja, in ieder geval, we kwamen niet in de problemen tegen die gasten. En als je hier met 1-0 verliest, terwijl er veel meer in had gezeten, dan is het gewoon extra zuur. We zijn niet weg. Kijk, als we nou werden weggespeeld, ja, dan accepteer je het gewoon, maar ik had niet het idee dat het geval was. Dus je had wel het idee dat je met 11 tegen 11 gewoon een hele goede kans hadden gemaakt vandaag? Ja, met alle respect voor die gasten. Dat zijn jongens die in de Eredivisie spelen, maar ik had vandaag totaal niet het gevoel dat wij in de problemen kwamen tegen hun. En Roda gaat weer Eredivisie in. Of het verdiend was, ja, dat weet ik niet. En jij zelf, wat doe je? Speel jij volgend jaar ook Jupiler League, gewoon bij MVV? Ja, zoals het er nu uitziet speel ik volgend jaar nog steeds bij MVV. Ja. Ik heb nog een contract voor 1 jaar en we gaan er gewoon voor. Al met al eindigde dus voor MVV in de finale van de play-offs. En zodoende mogen ze het volgend jaar weer proberen in de mooiste competitie van Europa. En de tweede wedstrijd in de finales van de play-offs was die natuurlijk tussen NEC en NAC. De enige keer in het jaar dat je dat mag zeggen. Ja, en afgelopen donderdag won NAC natuurlijk met 1-0 door een goal van de legend Cyriel Dessers. Ja, en afgelopen zondag was het niet veel anders. Dessers scoorde maar liefst 3 keer, waardoor NAC met 1-4 wist te winnen. Grote man van de eerste helft was toch ook weer de videoref, die er namelijk voor zorgde dat er 2 penalties werden toegekend. Aan beide kanten eentje. Grote man was dus Cyriel Dessers, die er maar liefst 3 wist te maken. En hij schoot zo eigenhandig NAC naar de hoogste divisie in Nederland. In het uitvak was het natuurlijk groot feest. En ook in Breda werd er heel wat biertjes gedronken op de promotie van NAC. Mijn collega's Justin en Jan waren ook aanwezig en schoten een paar prachtige filmpjes. Wil je meer van deze filmpjes zien? Deze week komt er een vlog online van Jan en Justin, waarin Operatie Eredivisie van NAC in beeld werd gebracht. Ja, en zelfs op de allerlaatste speeldag kreeg ik weer veel input en vragen binnen met hashtag JLWO.
En de eerste die ik binnenkreeg was van voetbalgeneuzel of het eigenlijk niet een 10 minuten durende ode aan Cyriel Dessers moest worden. Ik heb nog overwogen om het Dessers League weekoverzicht te noemen deze week, want wat is die man belangrijk. Het is niet normaal hoeveel impact hij gehad heeft op die ploeg en hoe hij zijn stempel heeft weten te drukken. Ik weet zeker dat ze bij Lokeren ook zichzelf voor de kop slaan dat ze hem überhaupt hebben laten gaan. En als je ook ziet hoe het publiek met deze jongen omgaat, ik denk dat hij wel eens de nieuwe burgemeester van Breda zou kunnen worden. En de tweede vraag is van Luc Klaasens of VVV kans maakt om zich te handhaven volgend seizoen in de Eredivisie. En ik denk eigenlijk, waarom eigenlijk niet? Ik bedoel, ze hebben een sterk elftal en het ligt natuurlijk een beetje aan wie er nog weggaan en wie er nog bijkomen. Maar het laatste nieuws kwam net binnen dat Tarek Tissoudali volgend seizoen op huurbasis speelt bij VVV. En ik denk dat dat een versterking is waar ze zeker wat aan gaan hebben. Het is natuurlijk een goede speler die de stap heeft gemaakt naar Le Havre en dit seizoen verhuurd werd aan Cambuur. Daar heeft hij het sowieso goed gedaan en ik denk dat hij in Venlo ook zeker van waarde kan zijn. Sowieso vind ik het tof om Tissoudali eindelijk een keer in de Eredivisie te zien. En de derde vraag is van Stan, welke club geschikt is voor Dessers en of Manu Garcia nog een jaartje bij NAC blijft. Ja, Dessers, er zijn wel wat geschikte clubs voor hem denk ik in de Eredivisie. Zelf zou ik het ook wel erg vet vinden als NAC hem weet te behouden. Alhoewel ik denk dat dat niet helemaal mogelijk is. Maar hoe vet zou het zijn als hij voor NAC ook zijn goals kan maken in de Eredivisie. Verder denk ik dat we moeten denken aan het kaliber van AZ, Utrecht of misschien wel Twente. Als clubs waar Dessers zeker goed uit de voeten zou kunnen. Ja, en wat Manu Garcia betreft. Ik heb door mijn collega's Jean-Paul en Jordi in laten fluisteren dat Manchester City werkt met A, B, C en D clubs. En omdat NAC nu gepromoveerd is, is het misschien wel interessant voor City om Garcia nogmaals te verhuren aan NAC. En daarnaast denk ik dat juist omdat ze misschien een schaal omhoog zijn gegaan, nog grotere talenten van City gestald zullen worden in Breda. En dan de laatste, dat is eigenlijk een weddenschap van Martijn van Gortel. Die wil graag wedden over wie de kampioen gaat worden volgend jaar in de Jupiler League. En hij maakt het me makkelijk, ik mag namelijk 3 clubs kiezen. En als 1 daarvan kampioen wordt, dan krijg ik een kratje bier van hem, of vice versa. Ik denk dat de grootste kanshebbers voor volgend jaar zijn NEC. En dat denk ik omdat ik gezien heb toen ze de vorige keer degradeerden met hoeveel overmacht ze de competitie toen wonnen. Ze hadden maar liefst meer dan 100 punten en meer dan 100 doelpunten voor. Het ligt natuurlijk een beetje aan wat daar weggaat en wat daar blijft. Maar het is natuurlijk een vrij grote club waarvan ik denk dat die erg snel weer terug willen naar de Eredivisie. Daarnaast denk ik dat Cambuur een kanshebber is. Al is het daar natuurlijk wel lastig, want ik denk dat daar wel heel veel weggaat. Misschien gaat er wel 9 van de 11 basisklanten gaat er misschien wel weg. En dan wordt het misschien lastig, maar goed. Cambuur is wel goed bezig, dus die geef ik nog wel een goede kans. En de derde gegadigde is de Graafschap. Ze zijn wel 12e geworden dit jaar, echt een shitjaar gehad. Maar ik denk dat het met de versterkingen die ze nu al gehaald hebben, denk aan Reserveur, denk aan een Nieuwpoort, dat ze zich goed aan het versterken zijn en dat ze volgend jaar zeker mee kunnen doen bij de bovenste plekken in de Jupiler League. Martijn, graag een kratje Jupiler, wel koud alsjeblieft, naar mijn adres volgend jaar mei. Dit was het laatste Jupiler League weekoverzicht van dit seizoen. En ik wil jullie allemaal bedanken voor alle vragen en input en support die ik gehad heb gedurende dit jaar. Hartstikke bedankt daarvoor. Ook wil ik natuurlijk alle clubs bedanken voor hun gastvrijheid. Alle spelers die meegedaan hebben met de 5-shot challenges en die bereid waren om een kleine reactie te doen in de uitzending. Ja, en voor de rest wil ik jullie allemaal graag volgend jaar weer terugzien bij de allermooiste competitie van Europa, de Jupiler League. Graag tot volgend seizoen!